Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Hoe heet de bekendste rivier die door Limburg stroomt? De bekendste rivier die door Limburg stroomt is natuurlijk de Maas. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV aan de Maas in Kessel. De kerk op de achtergrond. Dus alle ingrediënten weer daar voor een prima uitzending. En we starten natuurlijk met de tips van deze week. In plaats van het kerngezond nieuws de komende weken, de comeback van Santi met haar jong leren eten tips. De jong leren eten, de tip van de week. Vandaag gaan we een ezel maken, een fruitezel. Wat heb je ervoor nodig? Druiven, een peer, een stukje wortel, 2 rozijnen, prikkers en een dun schiller. Begin met het schillen van de voorkant van de peer. Nu pak je een druif en daar steek je een prikker erin. Niet helemaal door, niet te ver. Dan steek je die in het stukje waar nog schil is. Dit doe je met alle druiven. De ezel heeft nu al zijn stekels. De wortel op een prikker en breekt een stukje van de prikker af. Dan doe je de oogjes. Je breekt een prikker door het midden. Doe hem nog maar een keer door het midden. Dan zet je die in, doe je die in een rozijn. En die doe je in de peer. Dat doe je ook met de andere rozijn. Dit was de jong leren eten, de tip van de week. Tot de volgende keer. Doei! Welkom bij een nieuwe vlog van mij. Vandaag gaan we het hebben over zwerfafval. Zwerfafval is dus afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. Het is super slecht voor het milieu. Papier kan zelfs 6 maanden blijven liggen. Een sigaret kan wel 12 jaar blijven liggen. Mensen laten rondslingen in de natuur. Ik heb goed mijn best gedaan. Nu jullie nog. Ik heb goed bewogen, want ik heb de hele ochtend rondgelopen. En gezond gedrag, want ik heb afval opgeruimd. Nu is het tijd voor gezonde voeding. Ik heb de combinatie van allerlei vruchten en fruit genomen, dus ik denk in overal zitten wel goede vitamines en mineralen voor me, dus ik denk gooi alles bij elkaar en we knallen er een in. Banaan, aardbei, bosbessen en yoghurt shake. Yes. Ik zou zeggen, jongens, proost. Dat is wel lekker ook. Kan nou wat. Je favoriete topsporter? LeBron James van het basketbal. Basketballer uit de NBA. Yes. Wat was je favoriete vak op school? Buiten gym. Biologie. Wat? Ja, omdat je dan van het lichaam en van de natuur, en dat vond ik wel heel interessant.
Ja. Ken je het clublied van VVV? Nee. Ja, eigenlijk wel schande, maar nee, sorry, ik ken het niet. Alles hier is VVV. Ja, dat begin. Ja. En dan daarna wordt het lastig, ja. Ja, Christan, de challenge. We spelen een quiz. FC Kern Gezond. Okay. Zoveel mogelijk goede antwoorden geven binnen 30 seconden. Ik ga mijn best doen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan start de tijd nu. In welk jaar is VVV opgericht? 1903. Wie schreef Alles hier is VVV, het clublied van VVV? Pas. Hoe heet het grootste tennistoernooi van Engeland? Wimbledon. Welke Nederlander werd in 2019 derde in de Tour de France? Nee, pas. Hoe noemen ze voetbal in Amerika? Soccer. Hoeveel spelers staan daar op het veld bij een handbalwedstrijd? 14. Hoe heet de schijf waarmee ijshockey wordt gespeeld? Puk. Met welk nummer rijdt Max Verstappen? 34. Wat is de bijnaam van Valentino Rossi? De dokter. Wat is de bijnaam van de legendarische atleet? Tijd zit erop. Chris, bedankt. Dankjewel. Super. Dankjewel. En met maar liefst 6 goede antwoorden in 30 seconden komt Chris Koen van VVV op de tweede plaats. Maar 1 seconde langzamer dan de koploper Brian Lentzen. En in onze volgende aflevering ook weer de scholenchallenge als we te gast zijn op basisschool De Zwiek in Roggel. En ook hier 3 kanjers die de strijd aangaan om de eer van heel Roggel te verdedigen. Maar gaan zij goed genoeg zijn om basisschool De Dobbelsteen uit Zevenum van de eerste plek te verdringen? We zullen het zien. Dit seizoen ook weer met regelmaat onze Wat is Waar quiz over duurzaamheid. In kindertaal, de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. En dan de Wat is Waar quiz van deze week. Spouwmuurisolatie is de beste investering bij energiebesparing. Is dat A waar of is dat B niet waar? Weet jij het goede antwoord? Stuur dit samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar info@wijzijnkerngezond.nl. Wil je meer duurzame quizvragen spelen? Ga naar www.watiswaarquiz.nl. En dan de uitslag van de Jong Leren Eten prijsvraag van de vorige keer. De sinaasappel bevat de meeste vitamine C van alle fruitsoorten. En dat is B, niet waar. Want het goede antwoord is eigenlijk de bosbes. En de winnaar is Lisanne Kleuskes, 13 jaar, uit Ospel. Proficiat Lisanne. En wil je meer informatie, ga naar www.jonglerenetenlimburg.nl. En de prijzen komen naar jou toe. 2 kaartjes voor een thuiswedstrijd van Eredivisie Handbalclub BVHC uit Panningen. En tevens een Erima bidon en een Erima tasje. En daarmee zijn we aan het einde van deze Kerngezond TV. Bedankt voor het kijken. De groeten uit Kessel. En graag tot volgende week. Hoi! Kerngezond TV is powered by Sikon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.